Nou loop ik hier lekker door Weisveld heen te baggeren, putjes aan het scheppen. Komt er een meneer naar buiten en die zegt met een grappig toontje, hey putjeschepper. Ik zeg, ik ben geen putjeschepper. Ik kijk in de putten voor de kikkers, de salamanders en de reptielen die erin vallen. Oh, dus ik denk, ik pak vandaag even Weisveld om te kijken of er dieren in nood zijn, maar ik heb er al een paar. Oké. Dus goed zo, succes ermee. Ja nee, hierachter zitten er heel veel, heb ik gehoord. Bij jou in de tuin? Bij mij in de tuin? Hierachter zo. Je hebt toch een tuin hierachter? Ja. Er zitten heel veel padjes. Ik spreek de mensen hier altijd. Ja, dat klopt wel. Ja. Want ik heb af en toe dan heb ik in de... Dan ben ik bezig in de groententuin. Ja. En dan huppakee, dan komt er weer een tevoorschijn. Ja, maar dat zijn slakkenkillers, hè, padden. Ja, maar dan moet ik er eigenlijk nog meer hebben, want ik heb veel te veel slakken. Ja, maar slakken kunnen zich snel vermenigvuldigen. Ja, dat weet ik. Oh. Ja, dat weet ik. Oh. Dus je bent een slakkenliefhebber. Maar er is weinig aan te doen. Ja, je kunt verstopplekjes maken waar ze onder gaan zitten, dat je ze elke ochtend weer weghaalt. Ja, ja, dat is een goede tactiek. Ja, ik heb zelf ook moestuintje. Dus, ja, je moet eigenlijk s'avonds. Met een zak, ja, als het donker is, moet je met een zaklamp te moesten. Ja. Maar ik heb wel eens een keer gehad, ja, dat ik 's morgens hier kwam, en dan was ik vroeg. En er was een regenachtige dag. En ik had op een gegeven moment had ik er dus een 40. In ene bak zitten. Zo. Ja. Gefeliciteerd. Ja, nee. Daar ben ik niet blij mee. Nee, dat snap ik. En de buurvrouw had kippen. Oh, die heb je er wel losgelaten. En dan geef je aan de kippen. Oh, wat goed. Want de kippen die vinden ze lekker. Ja. Ja. De een is dood, is anders een brood. Ja, zo gaat het. Zo is het. Nou, ik wens je nog een prettige dag. Ik ga weer verder met mijn leven. Oké, meneer. Doei. Ja, weer een praatje. Doei.